stoelen in. En dan werden er contracten opgesteld en ondertekend, dus voor de handel. Soms werden de tafels aan de kant geschoven en werd er rechtspraak gehouden. Er werd ook school gehouden. Dan was er een ceremonie op het plein van het Forum en het was te warm, te koud of het begon te regenen of wat er ook aan de hand was. Dan kon de ceremonie zo van het plein een basiliek inschrijven. Dus de entree is ook hier, zijn veel bouwmaterialen hergebruikt geweest. Kijk, marmer kun je ook naar de kalkovens brengen en van marmer hou je kalk over en met kalk kun je weer cement maken. Maar je kon ook die marmeren platen van de muur afhalen om er de voorgevel van de kerk mee te versieren. Soms zaten de platen vastgemetseld, dan moest je ze kapot slaan met de hamer. Ach, dan legde je een mozaïekvloer van in een kerk. Of je bracht het weer naar de kalkovens toe, enzovoort. Dus enorm veel recycling is hier in Rome geweest, 1300 jaar. Staan, dat is niet erg. En pas veel later beginnen ze ook met de bouw van woonhuizen hier. He? Dus, wat hebben we hier? De tempel van keizer Hadrianus, die na zijn dood als god vereerd werd. Hadrianus die staat in onze geschiedenisboeken als een goed keizer beschreven. Maar dat vonden de Romeinen helemaal niet. Hier onder het pleintje, want in deze zone was het straatniveau 4 meter lager. En dan keek je met nog meer bewondering naar dit gebouw. Maar ziet je deze zeilen, die zijn van graniet, dus uit één stuk gehouden. Die werden al liggende uit de rotsen gehouden. Eén zeil per boot werd vervoerd, niet meer, want dan werd het te zwaar.